Voor het eerst is de partij van Geert Wilders ook de grootste in Brabant. In de provincie werd zelfs 10% meer op de PVV gestemd dan in de rest van het land. En dat terwijl de Brabander in andere jaren massaal voor de VVD ging. En daarom leek het ons interessant om eens even te analyseren een beetje wat er aan de hand is in Brabant en wat dat dan misschien ook zegt voor de rest van het land. Wat is er aan de hand in Brabant dat daar massaal voor de PVV gekozen wordt? Een aantal dingen. Vooropgesteld dat grote onderwerpen als de bestaanszekerheid, meer overhouden, extra investeringen in de zorg, denk ik in heel Nederland voor mensen reden zijn geweest om op de PVV te stemmen. Maar Brabant is in die zin wel een beetje bijzonder. Waar de PVV natuurlijk onbekend staat, is het standpunt over migratie. Niet alleen asielmigratie, maar ook arbeidsmigratie. Mm-hmm. En Brabant heeft een enorme hoeveelheid arbeidsmigranten en kenniswerkers. We hebben de meeste slachthuizen in Brabant. Heel veel grootschalige logistiek. Dus alle doosjes en pakjes en alles wat wij bestellen voor die Black Friday en de volgende dag bij ons in de bus moet liggen, dat wordt daar allemaal geregeld door bijna alleen maar mensen van buiten. En daarnaast, en dat is natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen ook veelvuldig in het nieuws geweest, hebben we het grote asielzoekerscentrum in de gemeente Kranendonk, Budel, waar enorm veel overlast wordt ervaren. Dus de roep om een asielstop van Wilders heeft daar ook veel gehoor gevonden. Ja, en meer dus dan andere jaren en meer dus dan in andere provincies. Jij zei net al, ja, dat het zo groot zou zijn, hadden we ook niet helemaal zien aankomen. Weet je wat de gevolgen voor zo'n provincie zouden kunnen zijn? Want als je dit allemaal zo zegt, en nu moet Wilders natuurlijk coalities gaan vormen, dus ja, zo'n storm zal het waarschijnlijk niet lopen dat zijn hele verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd, om het zo maar te zeggen. Laten we het hopen ook, zeg ik. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Wat zou het voor de provincie betekenen als het wel die grote keuzes worden gemaakt? Nou, om met het pijnpunt te beginnen. De gedachte dat Wilders de grootste maken ervoor zal zorgen dat het asielzoekerscentrum in Budel verdwijnt, die kans is natuurlijk niet zo heel groot. Nul vluchtelingen binnenlaten is iets wat op grond van internationale verdragen die we met elkaar hebben afgesproken bijna onmogelijk is. Dus ook de hoop van mensen in Kranendonk, Budel en omgeving dat asielzoekerscentrum snel sluit, dat is ijdele hoop. En dat maakt het meteen zo ingewikkeld, omdat ik denk dat je met zo'n programma en veelvuldig in Budel zijn en met mensen praten en ze een belofte doen die je niet kan waarmaken, best ingewikkeld is. Er liggen ook contracten met het COA. Noem maar op, als je het hebt over minder overlast in Budel, zou zo'n spreidingswet bijvoorbeeld een goede oplossing kunnen zijn. En dat is nou net een wet waar Wilders met alle macht tegen heeft gestemd. Dus het is, dat is pijnlijk. Als je kijkt naar het andere punt, dus je het hebt over arbeidsmigranten, mm-hmm, kenniswerkers en internationale studenten, laten we dat niet vergeten. Die hebben we veel in Tilburg, in Eindhoven. Daarmee zit hij eigenlijk op een lijn die Pieter Omtzigt van NSC ook aanhoudt. We moeten zorgen dat er minder mensen komen. En dat zou in een eventuele coalitie waarbij we niet om NSC heen kunnen, nog wel kans van slagen kunnen hebben. Maar dat betekent dan ook wat voor die provincie? Zeker. Want betekent dat dan dat die bedrijven dicht moeten? Dat betekent in de eerste instantie dat er heel goed gekeken moet worden naar welke bedrijven komen er nog bij. Dat sowieso. Mm. Want het is niet zo dat de mensen die hier nu werken er allemaal uitgezet worden door Wilders. Hè. Dat wordt ook gedacht, dat is niet zijn plan. Dus wat komt erbij? Komt er überhaupt nog iets bij? Maar het heeft ook grote gevolgen voor een bedrijf als ASML, wat gewoon heel erg knappe koppen nodig heeft die we hier niet kunnen vinden. Een bedrijf wat internationaal enorm aanzien geniet, heel goed is voor de economie van Brabant en van Nederland. En die maken zich ook grote zorgen. Die hebben echt hun zorgen geuit. Wat betekent dit voor het voortbestaan van dit bedrijf? Nou ja, er zijn veel meer mensen die hun zorgen hebben geuit. Ook bestuurders en politici. Ja, en veel mensen in de Randstad, om het dan toch maar zo te zeggen. Je merkte dat er wel een schok een beetje door veel plekken heen ging. Veel mensen hadden het niet zien aankomen. Nee. Wat zegt dat eigenlijk? Dat jullie het dus wel, dat jij het een beetje wel had zien aankomen, dat je met mensen daar toch in de regio praat, en dat wel een beetje afstaat van wat sommige andere mensen in de Randstad ervaren? Nou, ik denk dat zo is. De schok zit er volgens mij niet eens zozeer in dat de PVV heel groot geworden is, of misschien wel de grootste geworden is, maar de afstand tussen de PVV en de tweede partij, in dit geval de VVD. Mm-hmm. Die afstand is zo enorm en ik denk persoonlijk
En ik ben benieuwd of meneer Rosenthal het daarmee eens is, dat het op een kier zetten van de deur voor de PVV, in dit geval door mevrouw Jezielges van de VVD, geholpen heeft in het salonveeg maken van Wilders' programma. Meeregeren lag in het verschiet, dus hebben veel mensen besloten dat die stem op die PVV nu kans zou maken op veranderingen. Dat de partij daarom mede zo groot wordt. Ja, we hebben geen tijd voor een lang antwoord, maar ja of nee, heeft dat ermee te maken? Veel minder dan wel wordt gesuggereerd. Nou, hoe dat dan zit.